Hey kijkers van Sturms, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sta ik in het mooie zonnige Parijs. Kijk eens hoe mooi weer het hier is, hoe lekker weer het is. Ook heb ik een jas aan, maar het is eigenlijk meer een jack. Maakt niet uit, want vandaag ben ik gevraagd door Big Ben of ik mee wou naar de Big Ben Week. Noemen ze dat, daar gaan ze dus een heleboel mooie dingetjes laten zien. Inmiddels is alles al bekend en deze vlog is natuurlijk altijd iets later online. Maar ze hebben bijvoorbeeld Blood Bowl laten zien, Blood Bowl 3. En natuurlijk een heleboel nieuwe producten zijn aanwezig. Ik ga zo even naar binnen. Ik zal jullie straks even het een en ander laten zien. Ik heb laatst samen met Eva bijvoorbeeld een challenge gedaan. Bijvoorbeeld van die controllers zijn weer een paar nieuwe kleuren. Er zijn zoveel nieuwe dingetjes. Van bijvoorbeeld de Nacon Unlimited Pro. Er zijn ook weer hele toffe add-ons. Je kan een heleboel nieuwe dingetjes kan je toevoegen. En je kan een heleboel dingen veranderen. Dus als we nu even naar binnen gaan, ga ik jullie even een paar hele mooie nieuwe dingetjes laten zien. Smash even kaart op het duimpje omhoog. Het is op zich best wel een mooi pandje. Moet je even kijken hoe het eruit ziet. Kijk. Oh, schitterend. Dus we gaan even naar binnen en zal ik jullie even het een en ander laten zien. Oké, see you later. Ja, thank you. Ik heb met de launch van Unlimited Pro heb ik een potje FIFA gespeeld tegen deze man. Hij zei dat hij super goed was in FIFA. Uiteindelijk, how many was the score? Like 4-1 of 4-2 or... 4-2. 4-2, ja. Ik zag hem hier weer zitten. Ik zei, kom, laten we meteen even een potje rematch doen. Dus hij is in voor een rematch en gaan we kijken wie er weer gaat winnen. Oké, cool. I play Ajax. Or if you want, I take Liverpool. This should have been the final. Oké, even voor jullie duidelijkheid, we spelen nu. Hij is een enorme Liverpool fan. Ik natuurlijk Ajax fan, wat eigenlijk gewoon de finale had moeten zijn. Good luck. Good luck. May the best win. Oh yeah. One goal is more than enough, right? Yeah. Jordan Henderson! So if you win, you sing You Never Walk Alone, right? Oh, that's alright. No. Not if I win, if I lose. If you lose, you sing Three Little Birds. If I lose, yeah, I sing You Never Walk Alone. Is that okay? Looks like you won't sing. Okay, cool. Right. Next time much. With updates. Really good player, but no updates, so I'm lucky. Yeah. Vamos, Liverpool, vamos. I know. Yeah. Say don't worry. You were supposed to sing. About a thing. Yeah, why for? Because I really did a thing. It's gonna be alright. Yeah, you said it. Okay, laten we naar beneden gaan. Gaan we even producten uitchecken. Maar 5-0 verloren. I hope you can see this by the 1st of June. Liverpool is taking the cup with the big ears. I hope so as well. That would be nice. Op naar beneden. Zoals je hier kan zien, heb je hier dus weer de Revolution Unlimited controller. Deze heb ik dus laatst in de video laten zien. Maar die komen dus nu ook in nieuwe kleuren uit. Zowel in het rood als in eigenlijk een beetje een PlayStation Classic kleur. Ik vind deze wel echt heel dope. Echt heel dope. En het toffe is, je kan nu dus allemaal expansies erbij kopen. Dus dat betekent dat als ik deze controller pak, kan ik dus voor kiezen om een extra grip eroverheen te schuiven. Waardoor die dus weer net een slagje dikker is. En dan kan ik ook weer zeggen, ik haal hem eraf. Oh, wacht, ik moet hem even goed omheen schuiven. Kijk, zie je? Zie je dat hij zit? En dan kan ik dus ook weer ervoor kiezen om te zeggen, ik wil dit grijze, zwarte ringetje eraf. En die wil ik bijvoorbeeld voor een blauwe doen. Kijk, kan je dus kiezen dus om alles een beetje anders in te richten. Nou, doe je deze er weer op. Kijk, en dan krijg je dus een blauwe ring erbij. Nee, dan kan je dus allemaal nieuwe updates voor halen. Super awesome. En er zijn het ook voor de draadloze controllers. Er komen ook weer hele toffe kleurtjes uit. En die heb ik laatst eens met Eva gedaan in een video. We hebben dus een parcours gedaan met z'n tweeën met één controller. Dus als er weer een nieuw kleurtje is, zal ik wel weer een nieuwe video over maken. Je hebt ze nu ook, dat je dus de kleurtjes kan zien. Kijk, rood, blauw en groen. En ze zijn dus doorzichtig, dus je kan echt precies zien. Wacht, pak gewoon eentje op. Hoe de binnenkant eruit ziet van een controller. En dit is de batterij dus. Super grappig. Echt awesome. Binnenkort gaat eindelijk deze komen. Met allemaal hele toffe RGB die je kan instellen en noem het allemaal maar op. Hier heb ik heel lang op gewacht, want ongeveer al bijna een jaar geleden heb ik deze al gezien. Het was een demotype en die gaat nu komen. En dan komt deze namelijk ook meteen uit. En hopelijk gaat deze jongen ook een keer komen in QWERTY. Want daar nu staat AZERTY. Nou, dat is voor onze Franse en Belgische buren. Kijk daar. Maar wij moeten QWERTY hebben. Zoals dit. Kijk, QWERTY! Maar hier
hier kan ik niet op wachten. Wat ook heel tof is, ze hebben nu dus ook boxjes, 2.1 surround sound. En ze hebben dus een hele toffe streaming mic.